Aan de rand van ons dorp staat de voormalige stoomzuiverfabriek Eemlandia. Het is inmiddels 52 jaar geleden dat deze fabriek werd gesloten en het is nu een rijksmonument. Veel mensen uit ons dorp hebben er gewerkt. Een van hen is Gijs Schaap. Hij woont nog steeds op steenworp afstand van de voormalige fabriek. We zochten hem op voor een gesprek over zijn werk en zijn leven. Welk jaar was jij nou ook weer geboren, Gijs? Zal ik even wachten tot je mond leeg is? Wat dacht je? Nou, je bent, ik denk, 1923. 23. 21. 21. Nou, dan zat ik er dus niet veel naast, hè? Nee. En je bent geboren... Op de boerderij. Op de boerderij. En die boerderij was in... Veenstraat 24. Nee, Veenstraat 8. Veenstraat 8. Hier is 24. Ja. Ik was in de war. Ja, dat geeft helemaal niks. Het nauwe winkel van... Wie zal dan de Nekkerk weg zijn? Dat is een winkel geworden dus. Ja. Verbouwd tot. Ja. Hé, maar jouw vader was boer. Ja. En je moeder die was ook van boerenafkomst? Mijn moeder van boerenafkomst, maar die was boerin. Boerin, ja. Tot en met. Een echte. Ja. En wat wil dat zeggen, een echte boerin? Nou, dan is alles in de gaten houden. Ja. Ja. Want mijn zus was getrouwd met een boer. Maar als ze een koekkalver moest, dan zei ze, die blad die moet morgen gillen. Dat wist al. Dat wist allemaal precies. Had je ze dan nooit gezien? Nee. Ja. En je vader die was ook een echte boer? Ja. In hart en nieren? Hart en nieren. En ik moest ook boer worden. Maar... Ik woon niet. Nee, maar je hebt wel gewerkt op het boerenbedrijf. Ik heb hem geholpen. Want die reuma, dat been was soms korter. Oh, dat is... Dat andere been vanwege de reuma. Ja. Nee. Dat kan bij mij en mocht nog pochten, maar ik heb altijd geholpen. Tot en met. En dat vond je leuk of niet leuk? Ja. Ik had geen hekel aan boerenwerk, maar ik had nog een geweldige hekel aan melken. Aan melken? Oh. Waarom? Melken. Ja, melken. Zo aan die, aan die uier trekken. Ja, zeker aan. Maar waarom vond je dat vervelend dan? Ja, waarom? Je vond het niet leuk? Ik vond het niet. Maar je hebt de melkmachines niet meegemaakt dan? Nee. Ja, ik heb die dingen wel gezien. Maar we hebben ook geen gaten hoor. Nee. Met handje. Ja, allemaal met handje. Ah, ja. Hey, maar wat herinner je nou nog van je jonge jaren daar op de boerderij? Haalde je wel kattenkwaad uit en zo? Ook? Of was je een oppassend kereltje? Nee. Ik was geen oppassend kereltje. Maar kattenkwaad, nee, het was kloppen dikke maken bij de buren. Wat is dat precies? Een klosje aan een touwtje en een draadje eraan. En een prikje en de ding tegen de ramen. En dan was het hup tikken, weet je niet, tikken. Ja. Dat is het ook wel, maar dat was benen maken. Ja. Ja. Deed dat met vrienden of met je broers? Met mijn vrienden. Met vrienden. Ik had geen broers. Had je geen broers? Alleen zussen? Nee, ik was alleenig. Alleenig? Twee zusters. Oh ja. Ja. Dat is mijn vrouw. En die ernaast staan? Dat is de zuster. De oudste zuster. Oh ja. En dat is de zuster die jonger onder haar is. En dat is de jongste zuster. De jongste. Ja. Mooi portret. Ja. Ja, ze waren de jongste zuster, die was zeker 11 jaar ouder dan ik. Kijk eens aan. En mijn oudste was 13 jaar ouder dan ik dus. Oh ja, dan ben je echt de jongste dan. Ja, ik was echt de jongste. Ja. Maar op een gegeven moment, Gijs, dan moet je naar school, hè? Ja. Ja. Vond je dat leuk? Ja, ik vond het leuk. Dat was de lagere school. Ja. Hier in het dorp. Ja. Van Amerongen school. Van Amerongen school. En toen kwam meester Tjordema, die kwam bij vader. Of ik doorleren mocht. Want hij zag wel dat jij een studieboel was. Ik had een goed rapport. Maar
Mijn vader liep met een stok. Maar dat niet met een stok had, was veel te weinig. Ja. Hij was het niet met je eens? Nee, hoe. Ik moest boer worden, af. Ja. En toen, want je bent geen boer geworden, hoe is dat gegaan dan? En toen ben ik gekomen op de schoenfabriek. Op de schoenfabriek, ja. Hier? Ja. Met medewerking van moeder. Mijn vader die... Die stond achter je moeder? Die, ja. Ja. Die heeft het voor je opgenomen? Ja. En dan ben ik 6 weken geweest. En toen kwam de dag dat ik een boerenjongen was. Ik was geen belanghebbende. Want die fabriek is gebouwd voor de leemte van de vissers. Die schoenenfabriek? Ja. Omdat de vissers die hadden geen bestaan meer? Juist. En eerst de knopenfabriek. Oh, en toen hadden ze geen jongens meer nodig. En toen de schoenfabriek. Juist. Maar diegenen die erop waren, die kregen ontslag. Ja. Ja. Om voor de visjes ruimte te maken. Ja. Ja. En toen ben ik gekomen bij... Je moet even... Er zit een stukje chocola onder aan je lip. Ja. Ja, nou is het helemaal lipbruin. Ja, ja, weg. Hè? Prima, is netjes. Ja, want je zit op de film, hè? Oh. Dan moet je natuurlijk wel... Oh. Ja. Maar goed, je hebt dus 6 weken op die schoenfabriek gezeten. Onder... Ja. En wat was je taak daar dan? In de stikkerij. Oh, stikkerij. De stikkerij, dat ging prima. Want ik was geen goede stikker, maar... Ik moest het eruit. Kreeg je er nog een opleidingje voor ook? Iemand die het voordeed eerst natuurlijk? Nee hoor. Je ging zo achter de machine. En de chef kwam bij je. En dat moet je zus en dat moet je zo doen. En dat ging je. Ja. Dus dat was de bovenkant op de zool stikken? Ja. Zoiets. Ja. Maar goed. Na 6 weken, toen denk jij, hier moet ik vandaan. En toen ben ik gekomen bij Jaap Huygen in Dijk. Jij moest, ik zeg, je moest er dus vandaan. Ik moest weg, ja. Vanwege die visserijtoestand, ja. En toen kwam Jan, wat zeg ik? Ik ben Jaap Huygen terechtgekomen in Dijk. Die zat in de potgrond. Oh, ja. Net potgrond. Dus mest halen bij de boeren. En mengen. Met potgrond. Grond gingen we halen bij het Paleis van Zoetdijk. Die potgrond. Met mangen en dan in zakken. Voor de handel. Voor de handel. Ja. En daar heb ik ook een week of 8 geweest, denk. En toen kwam in Landau hier, die vroeg volk. De nieuwe fabriek. Ja. Ja. De melkfabriek. Ja. En toen ik dat gedaan. Jij denkt, daar wil ik heen. Ja hoor. En waarom wilde je erheen? Nou ja, die potgronden, daar zat geen toekomst in. Nee. Jan zelf had die 2 jongens, twee kinderen van een jaar of 10. Dus daar zat niks in. Nee. En daar had nooit in gezeten, het werd best gemaakt hoor. Ja. Maar we zijn geen jongens. Ja, precies. Ja, die gingen voor. Ja. Dat zat er dik in. Ja. Maar moest je solliciteren bij de melkfabriek? Daar heb ik gesolliciteerd. En... De mensen die er werkten, de boeren dan, die kregen gedaan en de boerenjongens kwamen erin. Want de boeren hadden geen eten meer. Nee. Want de melk, vader beurde een cent voor een liter melk. Was er zoveel aanbod dan? Hoe moet ik dat zien? De prijs. Was niks? Dat was niks, de prijs was niks. De prijs was niet hoger. Nee. Maar die fabriek die is opgericht... Die staat nog hier, hoor. Die staat nog hier. Ja. Maar die is opgericht om met elkaar de centjes te verdienen. Ja. Een coöperatie was het. Juist. Maar in de goede tijd. In de goede tijd. En toen kreeg je de crisis uit. Ja. Maar jij bent in de goede tijd... Ben je daar niet gaan solliciteren? Nee. Toen was ik nog... Jij was net te laat. Toen was ik nog schooljongen. Ja. Nee. Maar goed, je bent er gaan solliciteren. En... Toen ben ik aangenomen en toen had ik het al met de chef over
Dat zus en zo, dat was wisgelopen, dit en dat. Oh, wel niet zo erg. En toen kreeg ik... commissie van de chef. Ik mocht gaan leren voor de zuivel. Ah. Dus toen ben ik gaan leren in Zutphen. En dat werd betaald door het bedrijf? De fabriek betaalde dat. Want ze alleen wel... de reiskasten en de boeken, die moest ik betalen. Maar valt er geen rode cent hoor. Nee. Moeten betalen. Ja. Ja. Maar die had een spaarpotje voor jou. Ja, een spaarpotje voor me. En ik verdiende er ook wat, weet je. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar die studie ging goed? Die ging prima. En toen heb ik 4 jaar gestudeerd. Dus je moest alles maar op en neer erheen? Ja. Toen heb ik al die plommers gehad in de orde. In die 5 jaar. Ja. En toen ben ik boven Jan. Toen ben ik controleur geworden aan de fabriek. Ja. Ja. Toen was ik onderdak. Ja, toen was je onderdak. Ja. En wat hield dat nou precies in, controleur? Nou, vetgeldonderzoek. Dat is belangrijk, hè? Dat was punt 1. Het schoonmaken van machines en dergelijke dingen, dat was punt 2. Het afgeven van consumptiemelk, dat was nummer 3. Zo, dat is nogal wat. Ja, je had de controle over alle dingen zo'n beetje, weet je niet? Ja. Ja, dat was... En werd jij geaccepteerd als controleur? Ja. Het was een coöperatie hoor. Ja. Dus het hele bestuur stond erachter dat ik controleur werd. Ja. Want de controleur die er stond, die is bankdirecteur geworden. Oh, dat is een goede carrière van die man dan. Ja. Maar zo heb je natuurlijk een heleboel boeren leren kennen, Gijs. Ja, ook.